Jawel. Hier zijn we weer, dames en heren, met een gloednieuwe video. Ja. En een gloednieuwe Brahim. Ja. Het is eraf. Ik was het eventjes helemaal zat. Wat vind je van deze kapsel? Krullen of geen krullen? Ik dacht, de Ramadan is voorbij. Ik wil gewoon weer nieuwe Brahim met nieuwe doelstellingen. En toen dacht ik, ja, dan hoort zo'n kapsel er ook bij. Gewoon eventjes weer even heel wat anders. Ik voel me ook ineens lichter. Het scheelt me in tijd, het scheelt me in gel. En waarschijnlijk ga ik gewoon kaal worden, dus ik moet het ook gewoon accepteren. Maar ik vind het eigenlijk niet verkeerd. Wat vinden jullie daarvan? Hey, ik ga vandaag Bilal ophalen. Ik ben sowieso trouwens benieuwd wat hij van mijn kapsel gaat vinden. Maar sowieso, voordat ik verder ga, wil ik jullie vragen. Abonneer even op ons, nog maar een paar honderd. En dan zitten we inderdaad op die 60k. En dan, en dan weet ik niet, maar dan kunnen we nog meer mensen bereiken en zo. Dus druk even het knopje op het belletje, zodat je als eerste de video krijgt. Abonneren, knallen. Zodat jullie nog meer toffe, leuke video's gaan krijgen. Wat er nu gaat gebeuren is, ik ga nu Bilal ophalen. We zijn uitgenodigd en ik heb deze gasten. Daar ben ik al een keer eerder door uitgenodigd. En ik heb toen echt mijn doodgelachen. Ik ga nu helemaal niks verklappen. Het enige wat ik jullie kan verklappen is, ik neem Bilal mee en we gaan naar Amsterdam. En daar staan een aantal toppers op ons te wachten. Echt, ik hou van ze. Ik gewoon garantie voor lachen. Dit zijn van die video's die zeg maar... het is gewoon garantie dat je gewoon gaat glimlachen en dat je gewoon, gewoon stuk gaat. En dit zijn allemaal één voor één echt toppers. Dus ga met ons mee. Kijk mee, geniet en dan maken we een vette, dikke video. Ik ga nu racen, ik ga even Bilal ophalen en dan gaan we er tegenaan. Yes, yalla. Alleen maar liefde, arrivederci. Negativiteit, wei, geen tijd voor, wei, heel wegen door, wei, Brahim, hey. Brahim! Zeg maar hallo allemaal, alles goed allemaal, zeg dan! Hey, Bilal, ben je klaar voor? Hè? Zeker? 1, 2. En? Olé, ik had een hele andere reactie verwacht. Vind je het mooi of niet? Klein beetje of heel veel? Echt waar? Heel erg mooi? Hè? Nou, geef me een knuffel. Hey, luister eens. We gaan vandaag vloggen, ja. Hey, en weet je wat we gaan doen, of niet? Wat dan? Er zijn een aantal gasten die hebben leed. Nee. Dan gaan we met hun feest. Feest vieren. Waar? Hey? Amsterdam. Amsterdam. Ja, ga je nou mee of niet? Ben je klaar voor? Wat moeten mensen doen? Abonneren, want... Wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Zijn we tijd. Aarde. Aarde wegzien. Aarde vedertje. Nu valt er niks te potken hoor. Oké, ja, dames en heren, we zijn hier aangekomen. Ja. Mensen willen gewoon niet op de camera. Maar ik word meteen aan het werk gezet. Jij op camera? Nee! Nee, rustig. Oké, jij... Nee, ik mag mezelf doen. Jij wilt er ook niet op? Zeker niet. En niemand wil erop. Maar wij zijn hier bij... hoe heet het hier eigenlijk? Stichting Zorgcompaan. Stichting Zorgcompaan. Ik moest reclame voor ze maken. Ik heb verstopt. Wie is aan het stoppen? Zorgcompaan. En hier zitten een paar vrienden van mij. Nou, we zijn bij Stichting Zorgcompaan. Zorgcompaan. Verstandelijk gehandicapte kinderen. Ja, maar dat mag je nog niet zeggen. Dat is een verrassing. Oh. Dat is best gewoon een verrassing. Het zijn gewoon normale kinderen, guys. We hebben cadeautjes mee. We komen niet met lege handen aan, zoals jullie zien. Kijk. Okay. En we gaan ze verrassen. Maar zometeen ga je ons meer vertellen, toch? Ja, sowieso. Mogen we wel je naam weten, Brada? Ja, nou, ik ben CM. En ik heb een beetje de leiding gehad afgelopen Ramadan over de cadeaus, over de voedselpakketten, samen met mijn andere compagnons die voor ons lopen, die niet op beeld willen. En we gaan er gewoon een gezellig feestje van maken. Jullie gaan alles meemaken straks.
Ik ben benieuwd. Kijk, gezellig mee. Oké, dan. Ramadan Mubarak. Dan ben je er klaar voor, Billen? Ja. Hè? Ben je er klaar voor? Oké. Dan gaan we dan. Oh! Adam! Ja, serieus? Okay. Wacht, maar jou ken ik? Ja. Oh. Okay. Hey, jou ken ik ook? Ja. Hè? Ik heb jou gemist. Ja, hè? Hoe gaat het? Ja, doe het even, vriend. Man. Ja, vriend. Hoe gaat het? Ja, man. Hey, kijk eens. Spinnen. Spinnen. Ja. Oh, wee, yo. Zo, vriend. Hij is een mannen, vriend. Ja. Kom hier. Bedankt. Hoe gaat ie, vriend? Goed, man. Ja? Ja. Ja. Hey, maar... Ho. Wat ga je doen? Ja. Baram. Ja. Wat zeg je? Baram. Heb je het voor? Maar ik zie wel net de blouse, hoor. Ja. Oké, maar... even kijken. Wacht even. Ik word een beetje... Wie gaat er precies trouwen van jullie? Ga jij trouwen? Ik ga jij trouwen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, oké, en... hoe heet je vrouw? Heet Fatin. Wie? Fatin. Nee joh! Ja? Meen je dat nou? Ja. En, hey, rustig aan! Hey, rustig aan, vriend! Dus dit is jullie bruiloft vandaag? Ja. Je hebt haar hand gevraagd? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Zo, mashallah. Jij, Allah. Kom. Waar naartoe? Bruiloft. Naar de bruiloft! Oké, en moeten we dan... Hey, wat gebeurt daar allemaal? Hallo jongens! Hey, wat gebeurt daar allemaal? Wat gebeurt hier? Wacht even. Mag ik toestaan? Hey, broer. Is mijn broertje, hè? Weet ik. 3, 2, 1. Kom maar. Dat gaat niet goed, hoor. Baklava, doe eens even rustig allemaal. Wee. Hey, ik wil jullie super bedanken dat het eten voor ons is, voor mij en Billen. Dit mogen we meenemen, toch? Ja, huis. Ja. Ho. Hoe doe je? Nee, wacht niet. Die? Hoe doe je? Nee, wacht even. Laat. Die? Wacht even. Wacht. Die? Haram zegt hij. Die doet veel voor iedereen. Nee, abbe voor jou. Nee, inshallah. Nee. Het is l'Eid. L'Eid is zorg je voor je gasten en zo. Dus dit, dank jullie wel. Billen, pak eens even de tas. Mag ik wel zo doen of mag dat ja, niet? Mag. Oké, okay, nou, kom even hier. Ja. Met heel veel spanning willen jullie mij iets vertellen. Wat is dat dan? Ik binnenkort... Wacht even, goed nadenken wat je gaat zeggen, hè? Wat? Ja, nee, maar dat je even goed nadenkt wat je gaat zeggen. Oh ja. Oké. Okay. Nou, probeer het eens. Jij? Wacht even. Heb je gewoon over nagedacht of niet? Ja. Oké. Bruiloft? Wacht even. Ben je mee eens wat zij gaat zeggen? Ja, ik kom meteen. Ik heb heel leuk. Ik hou ook bij mijn trouwen. Wacht even. Ga allemaal komen. Was ze echt waar? Ja, tuurlijk. Ja. Is dat wat je mij wilde vertellen? Ja. Oké, maar ik hoor geen slow slam en zo. Hoe gaat dat ook weer? Ken je dat? Tabarakallah. Ho. Wacht. Billen. Wee. Rustig. Zit jij te lachen, Saibi? Wat is mee deze? Dit is mij allemaal te veel met jullie, hoor. Gaat het gaan, hoor. Jullie zijn wel druk, man. Ja? Ja, maar Allah, berk. Wallah, jullie zien er echt goed uit. Nee, oh. Deze mensen gaan trouwen. En jullie? Ik nee, wij niet. Anders. Maar wacht even. Tel mij eens even. Ja. Wij zijn mannen onder elkaar. Alleen mannen, ja? Ja, wij zijn alleen mannen, hè? Altijd. Altijd, hè? Ja. Oké. Maar wat is de reden dat jij niet gaat trouwen? Ik heb me getrouwd. Alleen gewoon mannen. Alleen beste vrienden. Dus je kan best alleen vrienden blijven? Ja. Dus ben je niet trouwen? Ik heb getrouwd, niemand. Alleen mannen, beste vrienden. Oké, maar wat voel ik de hele tijd boven me? Wat ben je aan het doen?
Jij hoeft niet te gaan trouwen. Nooit. Nee. Anders. Daarom zie je er zo jong uit, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ik speel mijn ouders. Ik moet betalen. Ja. Ga jij betalen? Wat? Wat doe jij nou weer als zij weer? Leg even terug, man. Tjoh, wat is jij nou te lachen als zij weer? Ik lach niet, hè? Kom op. Hier, leg maar even daar. Salam alaikum. Oh, ik ben los. Hamburgadik. Hé, Bella. Hé, Oké, maar wat is de bedoeling? Waarom staan jullie hier? Wij gaan zoeken, paard. Wij gaan alle foto's maken. Oké. Dus daarom moet ik verder. Maar waarom mag ik er niet op dan? Je bent oud. Je bent echt bang. Wat? Wat? Vind je dat grappig wat hij zegt? Ja. Jij zoekt problemen met mijn vriend. Jij zoekt problemen met mij, maar ik pak jou terug, hè? Wacht maar. Wacht maar, deze gozer daar, die pak ik terug. Let maar op. Ja, ja. Samen met Brian mee. Ja, ik heb je al gezien op tv. Ja? Ja. Ja? Kom jij uit Hoesima? Ja, ik ben door Hoesima. Nee, zou het mee Ja. Zou het mee zeggen? Dat zou ik mee zeggen. Wallah, lamle. Zo goed, die Hoesima. En wat kan je nog meer in het Berbers dan? Moegetje. Kusimle. Kusimle. Je zegt eten. Bismillah. Bismillah, ja. Ja. Insha'Allah. Ja, zij ook mij gezegd, Insha'Allah. Ja. Ja. En heb je wel eens over jinnah gehoord, of niet? Nee. Oké, een jinnah, dat is als wij overlijden, dan ga jij 100% naar jinnah. En weet je wat je in jinnah kan doen, of niet? Nee. Dan kan je alles doen wat je maar wil. Echt alles. Wat zou je willen doen? Wat is jouw droom? Wat zou je echt graag willen? Naar studio. Studio? Ja. Ja, je kan naar studio. Je kan naar studio in Jena. Ik was naar studio geweest. Met wie? Mijn goede vriend van mij. Oh, je gaat dus niet aan mij vertellen met wie je bent geweest, hè? Ja, ik zie het al aan je. En was dat een bekend persoon? Jawel. Wie dan? Mag je dat wel zeggen of niet? Ik ga lekker in je oor vertellen. Ja, in mijn oor vertellen? Ja. Jelle, zit, vertel. Niet mijn oor opeten, hè? Nee. Vriend heet Morgaansman. Wee, je weet niet weten wat ze mij iets vertelt. En dan krijg je nog een naam te horen of niet? Nee, dit is geheim. Sorry, dit is geheim eigenlijk. Ik ga niks niet zeggen. Wat doe je? Maar geheim, zijn er toch om stiekem te vertellen? Jawel, dit is Ga je vertellen? Ja, ik ga het vertellen. Maar in zijn oor dan? Ken je Mick? Nee. Ja? Ik had Mohammed verwacht. Deze vrouw kent Mick. Echt waar. Bloedserieus. Dan worden hier mensen gewoon verraad hoor. Serieus. Mijn bedrijf is hier een keer geweest. Nick. Oké. Ik heb een nummer. Oké. Maar ik had echt Hamid verwacht of een Rashid of... Nee, ga verdammen. Nee. Ken jullie Isaac Knoor? Ik heb een nummer Isaac Knoor. Bij mij alsjeblieft. Meen je dat nou Enzo Knoor? Vind je hem zo goed? Ja, omdat de Enzo Knoor heb vriendin. Ja. Ik hoor hem wel. Ja. Olleida, gaat hij gewoon open dan? Ja, ga maar eten, schat. Kijk hem eens lopen dan, Tarzan. Ja, kom, gaan we naar beneden. Oh, kijk. Wie is dit dan? Hassan. Hé, Dile. Hé,
meer. Ah, jij kent ze gewoon. Ja, geweldig. Weet je nog waar ik werk? Politie. Ja. Oh, Leila, ik heb niks gezegd, hè. Oh, geweldig. Hij is gewoon mijn naam, hè. Serieus. Dames en heren. Ja? Ik heb een verrassing voor jullie. Ja? Ja. Zijn jullie er klaar voor of niet? Ja! Ja! Ja. Ja. Oké. Okay. 1, 2, 3! Een applausje dan! Wat doe jij hier? Hebben ze jou uitgenodigd? Nee, zo leuk! Dit is zo ver. Kijk, oh. Oh, even aan de kant voor het. Even aan de kant voor het zover. Hey, hey! Hoi, 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 hoe is het? Ziet er goed uit? Ja. Wie is bij jou visite gekomen? Zo'n knuffel kreeg ik niet hoor, toen ik binnenkwam. Niet? Ja. Ja? Ja. Wie is op visite gekomen? Ik. Wie heb je uitgenodigd? Alleen mijn vriendin. Maar ja, heb je verteld waar je bent geweest? Ja. Waar dan? Obra. Hij is naar Obra geweest, ja. Obra geweest. Ben, heb jij naar Obra gedaan? Kijk, kijk, kijk. In Mekka geweest. Dat meen je niet. Ja. We gaan ook in Mekka geweest. Ga samen. Inshallah, en heb jij een foto? Ja. 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 Wow. Ben ik, ja. Ja, toch? Ja. Ik ben net zo. Twarkallah. Ah, dan wil ik wel even een knuffel, vriend. Heb je goed? Ik heb zelf nog geen Umrah gedaan. Dat is goed. Oké, zeg tegen mij, inshallah, ga je Umrah doen. Inshallah, Umrah. Inshallah. Ja, schatje, hoe is het met jou? Ja. Weyo, weyo, weyo. Gewoon, ga je nu beginnen? Hoe is het? Goed, hè? Hoi, 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 ziet er goed uit. Lang geleden, ja. Als het gavefeest is, hè? Ja. Wat is dan de bedoeling van zo'n feest? Wat moet er gaan gebeuren dan tijdens het gavefeest? Barbecue maken. Wat? Barbecue maken? Ja, barbecue. Voor wat? Wat gaat er op de barbecue dan? Een barbecue buiten, in het touw. Ja? Een barbecue maken. Maar wat deed je nou met je vingers? Wat deed je nou? En buiten, een touw, een parkuur. Ja. Vlees. Ja. Vlees. Maar wacht even. Maar wat gebeurt er dan met die schaap? Wat gaan ze dan met die schaap doen? Ga je ermee spelen dan met die schaap? Nee, slachten. Slachten. Slachten? Ja. Oh. Hoe bedoel je slachten? Vlees, zwaar. Zwaar. Chua. Ik vind chua echt lekker, jij ook? Oké. Zeg jij tof ik, we zijn hier. Wat zeg jij? Nee! Maar vind je dan niet zielig voor die schaap? Ja. Hè? Misschien jouw slachten, hè? Tof ik, wat vind je? Hier, alsjeblieft, bedankje. Waarom ga je de schapen? Ga naar de winkel toe. Daar. Slachten de man. Mijn ouders gaan naar winkel toe. Ja. Mijn broer en mijn vader. Ja. Naar een slachter. Naar een slager. Slagen. Ja. Gaan naar. Zeg maar, bismillah ar-Rahim. Leila, ze weten het wel, hè? Ik weet het wel. Oké, maar gebeurt dat? Geef een beetje water. Ja, dat wel. Met een schaap. Ja. Water. Ja. Eet geef een beetje. Ja. En dan moet je zeggen, bismillah. Dat gaat in. Ja, dat gaat in. Ja. Is er klaar, het schaap is dood. Op grond. Ja. Wegen. En later. Gezuin. Klaar. Maar vind je dat niet zielig voor die schaap? Het is wel zielig, maar het is bijna het slachtfeest. Dan is het minder zielig. Ja, Schapenfeest, wat betekent dat? Schapen betekent offerfeest. Overfeest. Offerfeest. Overfeest. En wat betekent offerfeest? Wat gebeurt er dan? Daar gaan heel veel komen. Families, met opa's, alle kinderen. Maar waarom noemen ze dan schapenfeest? Dat snap ik niet. De schaap is opa, op met de slachter. Oh, serieus? Ja, serieus, ja. En dan? En dan gaan ze slachten en dan? En dan als ze krijgt, ga ik haar allemaal brengen. Nee, fout, Kemmer. Wat zeg jij? Kemmer, luister. Als je ouders heel vroeg op zijn naar moskee bidden, dan hun klaar bidden, hun gaat naar huis, dan hun gaat naar slager, dan moet je zeggen, ga met water drinken, en je moet zeggen, bismillah, klaar. Ik wil per eng. Een schapenfeest, wat is dat? Schapenfeest? Ja. Hallo. Hallo.
als ik hier de plastic doe. Ja. Zo, die plastic. Zo, hier maar daar, die plastic. Ja. Zo, schap. Ja. Hier mijn hoofd. Ja. Oh, dan ga je doodmaken. Wat? Dan allemaal bloed komen. Oké. Okay. Als hier ligt. Ja. Als je gaat schapen, hier maar je hoofd. Ja. Dan gaat het gelijk af. Ja. Je zit gelijk. Heel vaak. Ja, ik zal jij. Kies je nee. Ja, kies je nee. Je lekker. Je lekker. Dat is mijn stoel. Oké. Slachten. Tegen slachten? Ja. Maar wat ga je dan slachten? Man. Een man? Ja. Ja. Hoofd. Hoofd. Slachten. Klaar. Ja. Van een man. Ja. Nou vriend, ik wens je heel veel succes. Ja. Ja. En neemt je moeder dan die schaap mee of je vader? Nee, mijn broer. Jouw broer? Enes. Enes? Ja. Enes neemt die schaap mee? Ja. Zo groot? Ja. Slachten? Ja. Klaar. Oos. Ja. Een pistooltje waar ze mee kunnen schieten.
zijn echt speciale cadeautjes voor speciale kinderen. Oké. Okay. Die voor jou. Alsjeblieft. Krijgt ze nog een high five of niet? Zij. Nee. Nu is een hele belangrijke vraag. Ja. Als je gaat trouwen, dan mag je geen cadeau. Ga je niet trouwen, dan mag je wel een cadeau. Nu is mijn vraag aan jou. Ja. Ik ga trouwen met mijn vrouwtje. Ga je toch trouwen? Ja. Dus je gaat geen cadeau en dan toch trouwen? Ja. Maar je kan toch beter cadeau pakken en niet trouwen? Ja, tuurlijk. Nou, kom dan maar naar voren, jongen. Echte liefde. Ja, echte liefde dit. Ja, dat is echte liefde. Ja. Ik wel. Krijgt ze nog een high five of niet? Ja? Kijk eens aan. Alsjeblieft. Dank je. Krijgt ze nog een high five of niet? Hallo, hallo, hallo. Dank je. Alsjeblieft. Dank je. Alsjeblieft. Mijn schatje. Jij bent mijn schatje. Vriendin. Vriendin? Ja, ja. Mijn vriendin. Ja, 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 ja. Ja, peace, natuurlijk. Ja, ja. Peace, kom. Zeer zeker. Waar kom jij? Husima. Husima. Zij komt uit Husima. Zou het mij zien? Ik ga zes jaar trouwen. Sorry. Wat is dit? Sorry, dat is blij mee. Ik ga echt trouwen. Ik kan toch niet trouwen? Ik zie het niet. Ik kan toch niet. Je hebt eigen vrouw. Hoe weet jij dat? Ja. Ik heb wel gehoord. Maar ik mag er toch vier? Nee. Nee. Hoe bedoel je? Nee. Eén. En vier? Jawel. Ik praat toch? Nee. Ik wil wachten, mevrouwtje. Nee. Jawel. Tik bij. Ja, ja, ja. Mag ik een knuffel? Ja. Ik wil ook een knuffel. Ben je er blij mee, vrienden? Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Huh? Abonneren. 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 Want wij zijn echte vrouwen. Vrouwen, die maar vast aan je broek. Waar is Esma? Hier. Nou, kom erbij dan. Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positieve tijd. Positieve tijd. Ho, ho, ho. Arve Dettie. Arve Dettie. Jalla, love. Nou, vroeger. Dan wat liefde.